Dit is een korte film over de activiteiten van Veenstra Internationaal Transport en Veenbedrijf. Het doel van deze film is niet het bestaande droombeeld van het chauffeursvak en de imposante vrachtauto rijdend door schilderachtige landschappen te bevestigen, maar om een reëel beeld te geven van de dienstverlening welke wordt geboden door een moderne organisatie op het gebied van wegtransport. Veenstra Transport onderhoudt lijndiensten op vele West-Europese landen. Om de distributie van deze eurogroupage snel en probleemloos te kunnen verzorgen, beschikt Veenstra over een zorgvuldig geselecteerd netwerk van agenten door geheel West-Europa, een zeer modern wagenpark, een terminal van 5000 vierkante meter, de nieuwste communicatiemiddelen en computers en niet te vergeten vakmanschap van chauffeur tot directeur. In deze film volgen we een van de vele honderden zendingen welke Veenstra dagelijks verzorgt van begin tot eindpunt. Een verlader belt een zending aan Veenstra door. De Veenstra planners delen de zending in en sturen de dichtstbijzijnde wagen naar de verlader. De grote kracht van Veenstra ligt in het feit dat de planners op elk moment weten waar de 50 wagens zich bevinden, zodat steeds direct kan worden bijgestuurd. Om dit optimaal te kunnen doen, heeft elke planner een vast aantal wagens op een bepaald land onder zijn hoede. Nadat de zending is afgehaald, gaat de wagen terug naar Heeg. Zo worden dagelijks de exportzendingen in geheel Nederland opgehaald en worden alle importzendingen gedistribueerd. In de terminal in Heeg worden alle goederen per land gesorteerd en klaargemaakt voor verzending naar de verschillende landen. Zo nodig worden de goederen gemerkt, uitgesorteerd, gewogen of overgestapeld. Vervolgens wordt de zending in een van de wagens met bestemming Italië geladen. Op het kantoor wordt bij de zending de exportdocumentatie opgemaakt, waaronder het enig document. Nog voordat de wagen vertrekt, worden per telefax alle gegevens doorgestuurd naar de inklaringsagent in Italië, welke nu al de nodige voorbereidingen treft voor de douaneafhandeling, zodat de wagen bij aankomst in Italië zonder oponthoud verder kan. Voor de terminal staan een aantal wagens welke met eurogroupage voor de verschillende landen wordt geladen. Onze wagen wordt met douanezegels versloten en de reis naar Italië kan beginnen. Deze combinatie met een laadvloer van 15 meter lang, een inhoud van 105 kubieke meter en een laadvermogen van 25 ton heeft naast de zending welke wij volgen nog een tiental zendingen aan boord, variërend in grootte van 50 tot 8000 kilo. Alle zendingen hebben als bestemming Milaan en omgeving.
Onderweg passeert ons een andere Veenstra-wagen met 90 kubieke meter goederen voor Bologna en omgeving. Veenstra onderhoudt internationale lijndiensten op onder meer België, Frankrijk, Spanje, Scandinavië, West-Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. De diensten op de verschillende landen bestrijken het totaalgebied van elk land en niet alleen de industriële centra. Dus niet alleen 10 ton naar Parijs, maar ook 2 dozen naar de Franse Alpen en 5 kilo naar de Pyreneeën. Veenstra verzorgt het zonder moeite. De combinatie van een betrouwbaar netwerk van agenten, modern materieel en zeer ervaren chauffeurs garanderen een zeer korte looptijd. De looptijd van Veenstra Eurogroupagezendingen is vrijwel altijd korter dan luchtvracht. Ervaren chauffeurs zijn daarbij onontbeerlijk. Onder vaak moeilijke omstandigheden zorgen zij ervoor dat het geplande reisschema wordt gehandhaafd, zodat elke zending op het afgesproken tijdstip afgeleverd kan worden. De chauffeur is inmiddels in Italië aangekomen en meldt zich bij de inklaringsagent. Omdat de documenten van de zendingen zijn voorbereid, kan de wagen nadat de nodige stempels zijn aangebracht snel zijn weg vervolgen. De chauffeur onderhoudt tijdens de gehele reis voortdurend contact met de Veenstra planning, zodat het reisschema indien nodig direct kan worden gewijzigd. De chauffeur heeft inmiddels al een aantal adressen in Italië doorgekregen waar hij zendingen voor Nederland moet afhalen. Inmiddels is de wagen bij de Italiaanse ontvanger gearriveerd en de goederen worden gelost. Nadat de andere zendingen zijn afgeleverd, wordt op de opgegeven Italiaanse adressen de retourvracht geladen. Na de passage van de Italiaanse agent voor de exportdocumentatie kan de terugreis naar Nederland aanvangen. De wagen heeft een lading variërend van wandtegels tot computers met bestemmingen door geheel Nederland. Terug in Heeg zit het erop voor de chauffeur. De wagen wordt geparkeerd tot deze aan de beurt is voor een wekelijkse reiniging in de volautomatische wasstraat. Om het wagenpark in optimale conditie te houden, is het de eigen werkplaats. Dag en nacht kan hier onderhoud en reparatie worden verricht, vanaf het vervangen van een lampje tot een complete motorrevisie door gespecialiseerd personeel.
De distributieloodsen zijn voorzien van alle moderne faciliteiten, zodat naast op- en overslag kan worden gezorgd voor overpakken, sorteren en wegen. Het wagenpark is breed van samenstelling en bestaat uit luchtgeveerde huifwagens, volumecombinaties, koel- en vriestrailers, uitschuifopleggers, eenheden voor uitzonderlijk vervoer en zelflossers. Hiermee heeft Veenstra een oplossing voor elk vervoersprobleem. Verder kan op de wagens elke gewenste reclameopdruk worden aangebracht. Met meer dan 4 miljoen oogcontacten per wagen per jaar is dit beslist een gezonde investering. Het moderne kantoor is uitgerust met computers voor snelle interne en externe informatie. Een team van vakbekwame en enthousiaste mensen staat dag en nacht ter beschikking en zorgt voor een optimale en snelle communicatie, planning, logistiek en exportdocumentatie. Zonder telex, telefax en Viditel zou de snelle Veenstra-service onmogelijk zijn. Service staat bij Veenstra reeds vanaf de oprichting meer dan 60 jaar geleden hoog in het vaandel geschreven. Ook bij de huidige directie staat service en kwaliteit in dienstverlening boven alles. De directie, bestaande uit de 6 gebroeders Veenstra, beschikt over een jarenlange ervaring met betrekking tot alle facetten van de vervoersbranche, waarbij de aandacht steeds is gericht op de toekomst. Deze managers in vervoershandeling staan met behulp van gemotiveerde medewerkers continu borg voor een kwalitatief hoogstaand dienstverleningspakket.